Julian Slots, jij bent gisteren wereldkampioen geworden in het kickboksen. Gefeliciteerd. Hoe was het om daar te winnen en wat moest je er allemaal voor doen? Ik heb al die jaar voor getraind om op dat ene moment daar goed mijn best te kunnen doen en uiteindelijk is het me goed afgelopen. De eerste partij viel helaas uit, die kon ik niet draaien. Toen ben ik meteen naar de halve finale neergezet. Eerst moest ik tegen Nederland en toen tegen een Franse. De eerste partij liep wel moeilijk, ik zat nog niet echt in mijn spel, maar de tweede wedstrijd ging weer goed. En ben je vandaag al door heel veel mensen gefeliciteerd? Ja, ik heb wel veel felicitaties gekregen overal, ja, zeker. Was de burgemeester daar ook al bij? Nee, daar nog niet. Dat moet hij dan misschien nog maar even doen. Wil jij echt prof gaan worden? Ja, zeker. Ik wil later de allerbeste van de wereld worden. Oh, en wat denk je? Wat moet je daar nog allemaal meer voor gaan doen? Ja, ik ben er nog langer niet. Ik moet nog zeker elke dag keihard kunnen trainen om mijn dromen te kunnen volgen. Wat is jouw allersterkste punt bij het kickboksen? Ja, ik heb eigenlijk best wel niet echt iets wat ik heel moeilijk vind om te doen. Ik vind alles eigenlijk wel wat ik niet echt... Ja, kan ik niet echt goed uitleggen. Ja, ik kan me jou herinneren als supersnel, maar... Is dat nog steeds zo of komen er nu andere dingen bij? Ja, ik probeer altijd kracht en snelheid toch wel met elkaar te combineren. Dat is eigenlijk wel het beste. Wat is jouw volgende actie wat je gaat doen? Ik weet het nog niet zeker. Uiteindelijk is volgens mij november wel heb ik weer een wedstrijd. En in januari misschien nog een keer Engeland. En dat zijn de voorlopige wedstrijden waar nog op planning staat. Ja, want je hebt nu echt een ultieme actie waargemaakt, hè? Ja, zeker. Lukt het jou om school en sport goed te kunnen combineren? Ja, ik heb er niet echt heel veel moeite mee. Alles lukt wel volgens hoe ik het zeg, eigenlijk maar wil hebben. Dus de planning die gaat goed. En krijg je van school ook wel eens vrij als jij extra wedstrijden of extra trainingen moet doen? Als ik zeg maar in het buitenland moet vechten, krijg ik wel vrij. Dus school eigenlijk niet zo heel moeilijk over. Gefeliciteerd met het wereldkampioenschap van Julian Slots. Hoe is het om daar trainer van te mogen zijn? Ja, dank jullie wel allereerst. Ja, geweldig. Geweldig hoe die jongen... zich ontplooit elke keer maar weer en elke keer zichzelf zo moet bewijzen. Omdat iedereen tegen hem opkijkt en toch zo klein blijft en gewoon goed weer te presteren in de ring. Dat is gewoon in één woord geweldig. Want het is ook een trainingsbeest geloof ik, hè? Ja, momenteel is het 6 keer per week. Af en toe krijgt hij wat extra meer rust, maar dan moet ik hem echt stoppen om niet te gaan trainen. Maar dan hoor ik weer van zijn ouders dat hij weer filmpjes zit te kijken. Dus volgens mij is het 7-7. En wat maakt Julian zoveel beter dan andere kinderen? Nou, dat is heel simpel. Julian heeft een bepaalde explosie die andere vechters niet hebben. Hij is zo enorm explosief dat zijn stoten zo enorm snel zijn. Die zie je bijna niet aankomen. En eigenlijk de professionals van nu maak je carrière af nog een paar jaar. En dan komt hij ze halen in principe. Ja. Doordat ik verzamel, moet ik heel veel. Dat is, ik moet, wat moet ik zeggen? Ik moet elke dag mail ik wel in het Engels, wel 2-3 keer in de week in het Duits. Ik moet al mijn poppetjes onthouden, want er is geen catalogus van. Dus ik moet kennis maken met de poppetjes, zodat ik weet welk poppetje ik heb en welke ik niet heb. En tot mijn eigen verrassing weet ik dat ook, want zelfs als ik poppetjes tegenkom die heel algemeen zijn, zoals die girafjes, dan hebben ze misschien alleen maar een staartkraaltje, andere kleur, weet ik het. Het is onvoorstelbaar, vind ik zelf ook heel bijzonder, maar goed, het werkt nou eenmaal zo. Nou, en wat doe ik er nog meer voor? Ik ga de rommelmarkten af, de kringloopwinkels ga ik af. Het is een low-budget verzameling, dus ik doe alles zo goedkoop mogelijk, wat ook betekent dat je op de fiets naar Vroomshoop Rommelmarkt gaat of naar Enschede, naar de Rommelmarkt, alles op de fiets, want je moet dat geld uitsparen. Maar ondertussen ben je wel met je lichaam bezig, met je conditie bezig. Het motiveert je gewoon heel veel om dingen te doen
die je anders misschien niet zou hebben gedaan. Want naast het verzamelen heb je ook heel veel mensen leren kennen. Want je hebt zelfs wel eens een ruilbeurs hier in huis gehouden. Kun je er iets meer over zeggen? Ja, ik heb. Ze zijn hier in huis zijn, 2 internationale conventies geweest. En dan komen mensen, ik vind uit de hele wereld, uit Australië komen ze, uit Amerika, uit Frankrijk, uit Duitsland, uit België, uit Zweden. Allemaal mensen die hier komen om poppetjes te ruilen. En ik heb dat eigenlijk begonnen omdat ik vind internet vrij anoniem. Dus ik heb gewoon geprobeerd of zij het leuk vonden om een keer samen te komen. En dat is gelukt, 2 keer gelukt. Daarnaast heb ik ook nog een bloemproject daar. Dat mensen dus een bloemetje zelf schilderen en dat naar mij toesturen met een foto van zichzelf met dat bloemetje. En dan kan ik namelijk op mijn website de foto plaatsen en weet iedereen wie is. En je denkt mee aan een speciale award. En wat houdt dat in en wanneer is dat? Een award is een prijs die je kunt winnen. Ik geloof niet zozeer dat er een echte prijs is, als wel dat er. Het is gewoon de eer die je krijgt. Het is de Dutch Collectors Award van 2018. En daar ben ik voor genomineerd. En we zijn nog met 2 dames in mijn categorie over. Ik en een andere dame. Dus dat is afwachten. Waar zijn jullie nu? Met het geld inzamelen. Ja, we zijn geloof ik nu op de 37 nog wat. Laatste stand heb ik niet helemaal helder voor ogen, maar we zijn over de helft. Romeike heeft de afgelopen 2 jaar heel veel meegemaakt. Hoe is het nu met Romeike? Nou, het gaat heel erg goed met mij. Ik heb een jaar van flink herstel gehad na de stamceltherapie. En nu kan ik steeds meer kracht opbouwen en steeds meer proberen om beter te kunnen lopen. En dat gaat me goed af. Jij hebt 2 jaar geleden een diagnose gekregen waar je niet zo blij mee was. Kun je er heel kort even iets over zeggen? Ik heb 5 jaar geleden heb ik de diagnose gekregen. En 2 jaar geleden heb ik besloten om te proberen de ziekte stop te zetten in Moskou. Ja, het is verschrikkelijk als je zo'n diagnose krijgt. Maar ik wist op dat moment eigenlijk nog helemaal niet wat het inhield. En eigenlijk werd mij heel snel duidelijk dat het geen goede diagnose was. Het ging heel hard achteruit. Veel te snel. En dat, die operatie in Moskou, die heeft jou, het kostte heel erg veel geld. En dankzij heel veel giften in Almelo kon jij daar naartoe. En ja, wat was dat voor jou? Wat betekende dat voor jou? Ik heb nog nooit zoiets overweldigends meegemaakt. Overal waar ik kwam stond ofwel zo'n bus of mensen hielden me aan en zeiden van goh, wij hebben dit en dit en dit gedaan voor jou. Of er werden allerlei acties georganiseerd. Het is heel bijzonder om mee te maken en ik realiseer me ook zeer zeker dat ik hier zit nu zo goed dankzij al deze initiatieven. En ja, heb jij nog wensen voor jouw toekomst? Heb jij nog doelen voor ogen hoe je verder nog wilt? Mijn grootste doel heb ik al bereikt om weer zelfstandig voor mijn dochter te kunnen zorgen. Dat is echt een feestje. Maar dan ga je verder, want je weet dat er meer in zit. En ik wil heel graag proberen om weer normaal te kunnen lopen zonder hulpmiddelen. Of het gaat lukken weet ik niet, maar ik werk er keihard voor. En dat is denk ik het belangrijkste. Dankjewel. Brandweer Twente heeft een thema gekozen, Hey, doe de deur dicht. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, Hey, doe de deur dicht heeft er alles mee te maken dat op het moment dat binnendeuren in huizen gesloten zijn, rook niet makkelijk kan verspreiden door de woning, waardoor overlevingskans bij brand gewoon enorm toeneemt. Om dat te bereiken organiseren jullie kinderfeestjes. Ja, dat klopt. Maar dit jaar bestaat Brandweer Twente 5 jaar. En om die reden hebben we bedacht van waarom gaan we dan nu niet in plaats van het eerstgeboren kindje in iedere gemeente iets doen voor het eerste kindje dat 5 jaar wordt. Dus zodoende hebben we bedacht om ze uit te nodigen op de kazerne voor een kinderfeestje. Welkom allemaal bij de brandweer. Fabian.
op het kinderfeestje van Emily. In de gloria, in de gloria. Zo hard dat heel Almelo het hoort. Hyper de piep. Hier woont en werkt de brandweer. Maar ik ben dus op jullie verjaardag en jij, Emily, mag jouw verjaardag hier vieren, omdat er iets bijzonders is. Want wij willen met elkaar in Nederland laten zien dat het belangrijk is dat je veilig moet zijn als er brand is. Wie is er een beetje bang voor brand? De brandweer kan jullie heel veel vertellen over hoe je veilig bent als er brand is. Want een brand wordt geblust door de brandweer, maar je moet ook zelf proberen veilig te zijn. Dus wat moet je vooral doen als er brand is? Naar buiten komen. Je moet het huis... Wegrennen. Ja, wegrennen. Wie kan er goed door rook heen kijken? Nee, niemand kan goed door rook heen kijken. Dus wat heeft de meneer van de brandweer jullie geleerd? Dat je bij brand, dat je in je huis, ook als er geen brand is, dat je ook je deuren goed moet dicht doen. Hey, doe de deur dicht. En daarom is het zo van belang, daarom is het ook, Emily, dat jij jouw verjaardag hier mag vieren. Zodat we met elkaar, want er is ook een camera bij, A-Visie, de televisiezender van Almelo is erbij, om aan iedereen te laten zien dat dit belangrijk is, dat je thuis altijd je deuren moet dicht houden. Dan gaan we dat nu doen. 1, 2. Eigenlijk wel heel jammer, hè, zo'n mooie taart. Maar ook tegelijkertijd heel erg lekker natuurlijk. Hey! Gefeliciteerd, we gaan naar de lunchbreak. Heb je al van de taart geproefd, Emily? Vraag jij aan de burgemeester? Burgemeester, wat vindt u nou van het bezoek aan de brandweerkazerne? Nee, ik vind het een beetje spannend. Nou, en ik vind dat in de eerste plaats ontzettend leuk dat jullie dat feestje hebben. En volgens mij vinden jullie dat ook heel erg leuk, toch? Want ja, je komt niet elke dag bij de brandweer. Hebben jullie de brandweerauto's ook al bekeken beneden? Ja, nou. En ik vind het heel erg belangrijk om jullie te vertellen dat je bij brand altijd heel voorzichtig moet zijn. En dat je goed moet nadenken hoe je uit je huis kan komen als de brand komt. Nou, en daar gaat het vandaag om. En als wij in de brand zijn, hè? In die rook, is dat dan gevaarlijk om die rook in te ademen? Ja, kunnen we niet, hè? Dus daar worden we heel ziek van. Dus wij hebben ook flessen op de rug en er zit gewoon lucht in. Dat is zo'n ding wat jij zei, aan een plafondzitting. En die gaat piepen, hè? Ja. Als die heel hard gaat piepen, dan denk je van, hey, er is brand. Wat doe je dan als de brand is in huis? Dan hoef je nog maar één dingetje te doen. Dat is de meest goeie. Je moet naar buiten. We hebben voor ieder kind een cadeautasje klaarstaan. Niet alleen om de kinderen te voorzien van een leuk cadeautje. Maar ook zit daar natuurlijk een folder in voor de ouders van de kinderen. Om wat tips te geven over brandveiligheid. En eigenlijk de kleine dingen die zij kunnen doen om alles wat veiliger te maken thuis. Het Kunsttorentje is de kleinste tentoonstellingsruimte van Nederland voor professionele beeldende kunst. Ooit was het de hoektoren van een voormalige textielfabriek in het centrum van Almelo. De fabriek werd in 1995 gesloopt.